jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Mijn naam is Chrisje en het is vandaag eerste paasdag. Niet dat ik iets heel bijzonders ga doen. Niet dat wij als gezin iets bijzonders gaan doen. Maar ja, ze zijn in de keuken dus hard bezig met het paasontbijt. En Sean zit volgens mij gewoon op zijn telefoon. Of ja. Ik zit op mijn laptop nog even een serie te kijken. En ben aan het wachten tot ze klaar zijn. En Leon is al naar de manege, want die moest om 8 uur volgens mij beginnen. Die gaat de hele dag paarden voeren en stallen uitmesten. 140 paarden voeren. 140 paarden. Dus respect voor dat kind. Ik doe het er niet na. Nou, fijne Pasen allemaal. Nou, fijne Pasen, Chrisje. Ik heb hem laten. En Jean heeft een broodje en mama heeft een matser gebroken. En papa verbergt zijn eieren. Hoezo? Hoezo? Wat is er met jouw eieren? Ja, jij zat te aas op mijn eitjes. Ik heb daar eitjes. Ja, ja. Ja, ja. Broodje. Dat weet ik. Daar zijn mijn ja, ja. Hoe zeg je dat dan? Ja, ja. Ja, ja. Ja, maar als je er meerdere zegt. Ja, ja. Ja, ja's. Geen idee, dan moet je ook wel bellen. We zeggen ja, ja in meervoud. Wat is meervoud van? Ik denk meer ja, ja. Veel meer ja, ja's. Ja. Even voor de context. Ja, ja's. Even voor de context. Ja, ja is in het Joegoslavisch ei. Ja, ja. Je hoofd. Dus. Nee, het betekent niet zo. Het duurde heel lang voor dat antwoord, maar mama had ooit een buurjongetje en... Je had een eier. Ja, jouw hoofd. Ja. Niet over een buurjongen rotten, hè? Maar die had een eierhoofd en toen zei haar... Was dat, is dat je tante? Je nichtje? Mijn nichtje. De Joegoslavische nichtje, ja, ja, tegen hem. Omdat dus op een ei leek, zijn hoofd leek op een ei. En eigenlijk is het... Eigenlijk is het best wel zielig. Maar daardoor weet ik dus dat. Door dat verhaal weet ik dus weer dat ja, ja, ei betekent. Ja. Goed verhaal, hè? Ja, vind ik ook. Ik zit in mijn kamer, zoals jullie kunnen zien, met mijn mooie behang op de achtergrond. En ik heb net, en daarom wil ik waarschijnlijk ook workaholic genoemd. Ik ben net op zoek gegaan naar hoe het werkt met filmrechten. Als je een boek hebt geschreven. Ik bedoel, dat van mezelf begrijp ik allemaal wel. Want ik ben degene die de rechten van mijn boeken bezit. Dus ik hoef ze ook nooit weg te geven. Dat is het voordeel met wat ik wil gaan doen later. Maar ik heb 2 favoriete boeken. De Zwarte Rugzak en Robin Hood. En bij beide boeken wilde ik dus weten of de filmrechten daar ooit van verkocht zijn. Bij beide boeken kan ik het niet vinden. Dus ik denk het niet. Ik hoop van niet, dat vooral. Maar nu ben ik er dus wel achter dat je 70 jaar na overlijden van een schrijver pas dat recht pas vrij uitgaan. En dan is het ook nog eens zo dat de schrijver ze niet door heeft moeten geven als een soort van, hoe moet je het zeggen, een soort erfstuk. Dat de rechten dus niet naar een kind gaan. En dan heb je dus 70 jaar later... dat je de rechten vrij... Nou, de persoon die Robin Hood heeft geschreven... Het boek wat ik wil gebruiken als... is nog geen 70 jaar dood. Dan aan de andere kant... Robin Hood is een van de sprookjes. En daar ben ik dus nog niet helemaal uit. Want sprookjes mag je normaal dus gewoon gebruiken. Omdat daar dus de rechten al meer dan 70 jaar van vrij zijn. Al zit het ook weer met vertalingen en het heel... Maar in ieder geval... Sprookjes zijn dus in theorie vrij. Maar omdat het een boek is, vraag ik me dus, weet ik dus niet of ik de rechten van dat boek dus kan krijgen. Want die man is dood. De uitgeverij bestaat niet meer. En de andere uitgeverij, de Nederlandse uitgeverij, die bestaat dus niet meer. En de Engelse uitgeverij kan ik niet vinden. Dus ik denk dat die dan ook niet meer bestaat. Want dit boek is al behoorlijk oud. En die persoon is dus al sinds de schrijver is al sinds 2008 dood.
En ik voel me er niet heel comfortabel bij om in zijn privéleven te gaan graven om te kijken of zijn kinderen toevallig die rechten bezitten. Dus dat wordt nog een uitdaging. Maar bij deze heb ik wel een nieuw doel. Ik ga hoe dan ook ooit dat boek verfilmen. Nou jongens, zoals we weten hebben we in Nederland echt gewoon zelden een witte kerst. Maar een witte Pasen. Daar hoor je nooit iets over. Moet je zien. Is het toch... Is het helemaal harder dan een paar... Maanden, weken, ja, we weten wanneer. De laatste keer dat het sneeuwde. Het is dat het alleen te warm is om te blijven liggen. Maar zo apart. Ja, nou ja. De andere kant vind ik het er ook wel echt... Ik sta trouwens op mijn stoel. Ik vind het er aan de andere kant trouwens wel echt heel leuk uitzien. Te zien dat het sneeuwt. Het geeft zo'n... Ik weet niet. Het geeft me absoluut geen lentegevoel. Maar dat maakt me wel vrolijk of zo. En dat is maar goed ook, want ik heb net een docu zitten. Of tenminste, ik heb hem niet afgekeken, want ik kwam erachter dat alles wat ze erin vertellen, ik weet meer over de Keltische mythologie dan dat er in die docu terugkomt. Nou ja, ik ging hem kijken voor de Keltische mythologie. En als het niet terugkomt in wat je aan het kijken bent, heeft het niet zoveel zin om het verder te kijken. Dus heb ik mee gestopt. En nu kijk ik Tycho. En de jeugdcriminaliteit. Want nu staan alle afleveringen op NPO. En dan kan ik in één keer doorkijken. Ik word trouwens echt geel hier. Nou ja, maakt niet uit. Je doet het niet goed. Ja, maar heb je dat speciaal? Mag ik dan een andere sinaasappel en een hoe het moet. Wees gerust, ik steek het niet neer. Hier, ja, je mes. Ja! Hier, kijk. Zo doe ik dat. Kijk, papa. Nee! Kom! Kom, dat blijf ik doen. Ik doe het veel beter. Is de sinaasappel weg? Nee, dat was mijn sinaasappel! Ja, die krijgt mijn schilder terug. Handen zijn veel makkelijker, ik weet het niet. Ik ben nog niet klaar. Hoe stond je eigenlijk al aan? Ik hoop het voor je. Ja, ik had hem al aangezien. Oh, ik moet zeggen, anders ben ik nu al een uur aan het filmen, althans. Maar ik zie hem niet lopen. Mag ik hem? Ik zie hem niet lopen. Joehoe! Er gebeurt niks. Nee, joehoe, maar nee! Hoe krijg je vakjes uit beeld? Echt waar? Zo jammer. Je hebt hem vermoord, Chrisja! Je hebt hem gewoon door zijn hart gestoken. Doet het geen pijn? Moet ik het met een vork doen? Nu doet het wel pijn. Ik ben weer eens vergeten om de vlog af te sluiten. Dus hopelijk vonden jullie hem leuk. Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan hopelijk tot de volgende keer.